Zebra. Televisie. Hier niet in rekken. Rekken. Kijk in de storig. Zie je, hè? Storig is op de achtergrond. Op de rug. Lange wassing. Toen maar, wat doen we als slang ook nog, hè? Voormalig Varsseveld-speler Ronald Ruzink en toenmalig elftalleider Gert Sturris kijken er nog altijd met veel plezier naar. De beelden van de wedstrijd tegen het FC Barcelona van Johan Cruijff. Superpaas, maar onbegrip. Cruijff werd in 1988 trainer van de Spaanse topclub en ging meteen met de ploeg naar Nederland voor een trainingskamp. Bij SC Varsseveld trokken ze de stoute schoenen aan en ze wisten een oefenwedstrijd te regelen. Het grote Barcelona kwam naar de kleine amateurclub Varsseveld. Ja, dat was natuurlijk een enorme belevenis. Voor mijn gevoel waren er destijds wel 3.500, 4.000 mensen. Waar extra tribunes waren erbij opgebouwd. Cruijff kwam, een hele kolonne van Spaanse pers erachteraan. Ja, dat was een geweldige happening. Ruzink, tegenwoordig voorzitter van de club, liep Cruijff destijds voor de wedstrijd tegen het lijf. In een van de kleedkamers, waarna ze samen een sigaretje rookten. Hij kwam gewoon makkelijk binnen en je praat met hem inderdaad over voetbal. Wat hij van Barcelona vindt, wat hij daarvan verwachtte. Hoe hij het hier vond, hoe hij het ontvangst in Varsseveld vond. En wat ik daar nog van herinner, is dat hij ook wel van onder de indruk was. Ja, van de mensen menigte wie hij toch op de been had gebracht. Gert Sturris was Mr. Varsseveld, maar toen net gestopt als speler. Toch werd het ook voor hem een memorabele wedstrijd. Hij was inmiddels elftalleider, maar hij moest de coach vervangen omdat die op vakantie was. Sturris kreeg direct met de eigenwijze kant van Cruijff te maken. Er zou een foto gemaakt worden met de spelers en toen liep Johan Cruijff liep toen weg naar de dugout. En toen ben ik achter hem aangegaan en ik zeg maar, Johan, jij moet ook op de foto. Want ja, die spelers die willen natuurlijk graag met Cruijff op de foto. En ik natuurlijk ook wel. Maar dan heb ik hem drie keer over moeten vragen, maar nee, hij hoefde me niet op zeggen. Dus, er stond er genoeg op. En toen stak hij zich een sigaretje op. Dus, hij deed het ook echt niet? Nee, hij deed het niet. Achteraf sta ik er dus zelf ook niet bij op die foto. Want de foto is gemaakt? Ja, de foto is gemaakt, maar ik sta er ook niet bij op. En Cruijff ook niet. Omdat u met Cruijff aan de bakkeleien was, van ja. Kom er nou bij op. En ja. Uiteindelijk was het resultaat dat jullie er geen van beiden op stonden. Ja, zo is het, precies. En dan was er nog die wedstrijd zelf. Het was op dit veld, het werd 6-1. Het hoogtepunt, die 6 doelpunten tegen, dat was natuurlijk niet zo'n punt, want dat hadden we ook wel ingecalculeerd. Maar het hoogtepunt was natuurlijk dat ene doelpunt voor onszelf. Die goal van André van der Bos. Dat was natuurlijk een geweldige paas van Marco Kramp en op links en hij schoorde hem ook keihard in. Ja, nou, dan, voor een amateurtje is dat natuurlijk een geweldig doelpunt. Al met al prachtige herinneringen dus aan Barcelona en Johan Cruijff. Hele mooie herinnering, ja. Ja, super, want ja, hoe vaak krijg je inderdaad als amateurspeler de kans om met of tegen Johan Cruijff te spelen. Dus nee, alleen maar goede herinneringen daaraan. Ja.